Hoe kun je als sporter het beste de wind trotseren? Dit is de Universiteit van Nederland. Als sporter kan de wind je vriend zijn. Dat kun je hier zien bij een surfer. Samen met zijn vriend voert hij de meest onmogelijke capriolen uit. Maar zo'n vriend moet natuurlijk wel betrouwbaar zijn. Hij moet er zijn als jij dat wilt. En als die op bezoek komt, moet jij goed geoefend zijn. Als we kijken naar de balsporten, is het verhaal iets anders. Bij voetbal kan de wind je tegenstander zijn of de medestander van je tegenstander. Juist. Dan hebben we natuurlijk nog een manier waarop wij de wind allemaal als tegenstander kennen, als goed Nederlanders. Wij kennen allemaal tegen de wind in fietsen. En hier ziet u wat beelden van het Nederlands kampioenschap tegen de wind in fietsen. Dit kampioenschap wordt elk jaar verreden op de Oosterscheldedam. En de condities zijn minimaal windkracht 7 en op een gewone fiets. En u kunt zien dat het deze sporter een hele grote inspanning kost. Het kost erg veel energie om de wind te overwinnen. Mijn vakgebied is de stromingsleer, vloeistofmechanica, aerodynamica. En ik hou me bezig met stromingen in machines, heel veel technische toepassingen, windturbines, geluid van stromingen, medische toepassingen en voor een deel doen we ook aan sport. En over dat deel sport wil ik u graag vanavond wat vertellen. Ik ben het meest geïnteresseerd in schaatsen en fietsen. En bovenal schaatsen. Wat ik wil proberen is om te onderzoeken hoe je bij het schaatsen kunt zorgen dat de schaatser minder last heeft van de luchtweerstand. Dat hij dus met zijn eigen vermogen in een hogere snelheid kan halen, zodat hij in een kortere tijd dezelfde afstand af kan leggen. Wat moeten we dan doen? Nou, allereerst wil ik het probleem even omdraaien. Ik ben wel een sporter, maar ik heb niet zulke vreselijke goede conditie. Dus we draaien het probleem om. Een schaatser beweegt in een hal waar de lucht stilstaat. Dus de wind die schaatser ervaart is helemaal geen echte wind. Dat is alleen maar het verschil in snelheid dat hij zelf maakt. Wat doen we dan? Dan zetten we de schaatser stil en dan laat ik de wind eraan voorbij blazen. Dat is voor mij makkelijker. Ik kan ernaar kijken, ik kan de metingen aandoen en ik hoef zelf niet hard te lopen. We willen dus eerst sporters helpen om te zorgen dat ze harder kunnen en dat ze minder weerstand hebben. Dan moeten we eerst even weten wat nou die weerstand is. Wat veroorzaakt die weerstand? Nou, allereerst kan ik u vertellen, verandering veroorzaakt weerstand. Dat weet iedereen. Probeer dat maar met uw kinderen uit, probeer dat maar op school uit, probeer dat maar in een organisatie. Stel u nou voor dat voor u van links naar rechts wind waait. Als ik daar deze prachtige vleugel insteek, dan dwing ik die lucht om te veranderen. Die lucht moet daaromheen. En die verandering kan ik alleen maar bereiken als ik een kracht uitoefen. Als ik die vleugel zo in de wind steek, alsof het een houten vlaggetje is, dan is die kracht vrij groot, omdat het oppervlak hier groot is. De tweede factor die een rol speelt naast het oppervlak, is de dichtheid van de lucht. Als er veel deeltjes in zitten, is de kracht die ik uit kan oefenen groot. Als er weinig deeltjes in zitten, ijle lucht op grote hoogte, is de weerstandskracht lager. Dat weten we allemaal. De derde factor die is wat interessanter. Dat gaat om de snelheid. Hoe harder je gaat, hoe groter de luchtweerstand. Dat kan je als volgt uitleggen. In die hoeveelheid lucht, daar zit wat massa in met snelheid. Ik probeer die massa te veranderen en de snelheid te veranderen. Dus dat gaat met elkaar samen. Hoe hoger de snelheid, hoe meer massa. Hoe hoger de snelheid, hoe groter de verandering als die om een schaatser heen moet. Dat betekent dat de weerstand in de weerstand zit de snelheid in het kwadraat. 2 keer zo hard, 4 keer zoveel weerstand. En verrassing, 8 keer zoveel vermogen wat je nodig hebt om de luchtweerstand te overwinnen. De derde factor is eigenlijk alleen maar de vorm, de stroomlijn. Deze vleugel moet je absoluut niet zo in de wind houden. Daar is die niet voor bedoeld. Hij moet zo in de wind gehouden worden. Deze vorm is heel gestroomlijnd. De stroming kan het oppervlak volgen en dan krijg ik een minimale weerstand. En dat is eigenlijk wat we willen bereiken bij de schaatsers. Wat we voor schaatsers dus willen is de weerstandsfactor verminderen. En hoe kunnen we dat doen? Nou, laten we eens kijken wat er al gebeurd is. In het verleden zijn we begonnen met dit soort schaatskleding. Die is niet echt vreselijk gestroomlijnd. Daarna, in 1974, kwam meneer Frans Krimbuhl met het schaatspak uit 1 stuk. Dat ziet er al een heel stuk beter uit. In 1998 reden de Nederlandse schaatsers rond met kartelstrips op hun hoofd en op hun benen. Maar die strips zijn inmiddels verboden. Je mag alleen nog maar middelen toepassen die een integraal deel uitmaken van je schaatspak.
Wat is het alternatief? Wat kunnen we doen om die schaatsers te helpen? En is het überhaupt de moeite waard? Op een rondje van 30 seconden, als ik de weerstandsfactor van de schaatser met 1% kan verminderen, dan win ik op een rondje van 30 seconden win ik een tiende seconde. Als ik de weerstand met 5% kan verminderen, de weerstandsfactor, dan win ik een halve seconde. Laten we nu eens kijken wat de tijden zijn ongeveer bij schaatswedstrijden. Hier ziet u twee tijden. De eerste zijn van de 1500 meter en de tweede van de 5000 meter. Het verschil tussen de nummer 1 en 2 op de 1500 meter is 16e seconde. Dat zijn 3 rondjes. Het verschil tussen de nummer 1 en 2 op de 5000 meter is 18e seconde. 5000 meter zijn 12,5 rondje. Dat betekent minder dan een tiende seconde per rondje. Dus inderdaad, met een betere aerodynamica moeten we zeker wat kunnen bereiken. Nou is Nederland natuurlijk een schaatsland bij uitstek. Maar we zijn ook een stromingsleerland bij uitstek. Dat komt vast omdat we anders allemaal met onze voeten in het water zouden staan als we geen dijken hebben. Maar we hebben hier unieke faciliteiten in Nederland op het gebied van de stromingsleer. En hele slimme wetenschappers. Dan moeten we samen dus wel wat kunnen bereiken voor die schaatsers. En dat is de uitdaging om de techniek, de aerodynamica en het schaatspak te combineren tot iets wat leidt tot snellere tijden. Dan moeten we eerst begrijpen, we willen die weerstandsfactor verminderen, moeten we eerst begrijpen hoe die weerstandsfactor nou echt eruit ziet. U ziet hier de stroming om een cilinder. Zolang als de stroming heel langzaam gaat, buigt die zich keurig om de cilinder en sluit aan de achterkant weer. Als we wat harder gaan, laat de stroming los. Hij kan als het ware zich niet meer vasthouden aan het oppervlak. Nog harder ontstaan er wervelingen in de stroming, dat noemen we het zog. En als we dan nog harder gaan, verandert er eigenlijk een hele tijd niks. Dan is de weerstandsfactor eigenlijk constant. En die is gewoon een maat voor het drukverschil tussen de voor- en de achterkant van die cilinder. Nou is het bijzondere dat als we nog wat harder gaan, dan gebeurt er iets heel speciaals. In het dunne laagje rondom de cilinder gaat de lucht zelf ook wervelen. Die werveling zorgt ervoor dat de stroming zich beter vast kan houden. Daarmee ziet u dat het lage drukgebied achter de cilinder, dat wordt kleiner en de weerstand wordt minder. En dat ziet u ook op dit plaatje. De blauwe lijn geeft aan hoe de weerstandsfactor verandert als functie van een getal, dat is het Reynolds-getal, dat is een combinatie van snelheid en diameter, en u ziet dat daar ergens een dip zit. En die dip die zouden we eigenlijk willen gebruiken voor de schaatser. Maar helaas zijn de armen van de schaatser te dun, de benen ook, en de snelheid die kan bereiken is te laag om te zorgen dat we precies bij die dip kunnen. Dan kunnen we daar wel wat aan doen. We kunnen proberen die curve een beetje te verschuiven. En dat kan als we het oppervlak een beetje ruwer maken, en dan krijg je de rode curve. U ziet dat daar de dip een beetje naar links zit. En als we die dip nou precies kunnen krijgen in het gebied waar de schaatser schaatst, dan hebben we iets bereikt. En dat gaan we proberen. Nou, hoe doen we dat? Experiment. Item nummer 1. Ik heb een arm of een been nodig. Dan beginnen we heel eenvoudig. We pakken een model van een schaatsbeen. Dus een lange afstandsbeen. Het is niet zo'n heel dik been. We zetten daar drukmetertjes in. Die kunt u misschien zien. En de spaghetti die eraan hangt, dat zijn de signalen van de drukmeters die uiteindelijk naar de computer moeten. De tweede stap. Je hebt wind nodig. Ik wil graag wind om een cilinder laten blazen. Heb je een windtunnel nodig? Hier ziet u de buitenkant van de windtunnel. En je moet hard genoeg kunnen waaien om een schaatser na te bootsen. En hier ziet u de binnenkant van de windtunnel. U kunt zien dat we ruim hard genoeg kunnen waaien. En u kunt ook zien dat ik geen 16 meer ben. De volgende stap is om die cilinder dan aan te kleden. We pakken daar een mooi stofje voor. Hier ziet u een representatief schaatsstofje. We zetten die in de windtunnel en we doen experimenten. We meten de drukverdeling op het oppervlak. En daaruit berekenen we de weerstandsfactor. En als je die experimenten dan allemaal op een rijtje zet, dan ziet u hier de grafiek. De blauwe lijn voor de blote cilinder en de andere lijnen voor verschillende stoffen. En dit is een eureka waard. We hebben dus bereikt dat we door de keuze van de stof de weerstand van de cilinder kunnen beïnvloeden. En dat willen we natuurlijk toe gaan passen bij de schaatser. Hier ziet u een mooi aangekleed been met 3 verschillende stukjes stof op het bovenbeen, op het onderbeen en op de knie. En hiermee hebben we testen gedaan in de windtunnel. En het wonder was dat ook hieruit, zelfs voor een gekromd been, wat een diameter heeft die niet constant is, kon je keurig zien dat je de weerstandsfactor van dat been kon verminderen. En dat betekent dat we echt iets bereikt hebben. Want nu maken we de volgende stap. Dan gaan we van een schaatspak een lapjesdeken maken.
één bepaalde stof op de armen, één bepaalde stof op de andere arm, een stof op de been, een speciale stof op het hoofd. En dit pak zou moeten kunnen leiden tot snellere tijden. Nou lijkt dat heel makkelijk, maar de marges die zijn heel klein natuurlijk. De Amerikanen hebben ook veel onderzoek gedaan in de periode voor de Olympische Spelen in Sochi. De Nederlanders waren heel succesvol en de Amerikanen hadden een pak met speciale luchtuitlaat voor de koeling. En die waren veel minder succesvol. Hoe komt dat nou? Nou, een van de redenen daarvoor is natuurlijk dat de Nederlandse schaatsers veel harder gaan. Een aanvullende reden is dat er in Nederland heel goed samengewerkt is tussen de schaatsbond, tussen wetenschappers uit verschillende disciplines, de bewegingswetenschappers, dat pak moest natuurlijk ook nog lekker zitten, het pak moest op tijd ter beschikking zijn en ze moesten er goed mee geoefend hebben. Wat gaan we nu verder doen? We gaan verschillende wegen in. Naast de metingen die ik heb laten zien, gaan we nu verder met metingen van een wat meer technisch kaliber, wat ingewikkelder. We gaan deeltjes injecteren in de stroming en dan volgen we het pad van die deeltjes rondom de cilinder. Dat gaan we in het klein doen, maar dat kan je ook in het groot doen, op grote schaal van een hele schaatser. En daar heb ik hier een voorbeeld van. Dit is een meting gedaan in Delft bij mijn collega's van Lucht- en Ruimtevaart. Die hebben een grote windtunnel en die hebben al een fietser in de stroming gezet. Nou, dat soort metingen zou je voor schaatsers ook kunnen doen. Het groene licht is laserlicht. U ziet de deeltjes geïnjecteerd worden in de stroming, bewegen om de schaatser heen. En uit de camerabeelden kunnen we dan het hele snelheidsveld afleiden. Naast deze technieken willen we gaan kijken naar wat het effect is van de beweging van de armen en de benen. We gaan computerberekeningen doen, daar zijn we ook al mee bezig. En ik denk dat we nog veel meer kunnen bereiken om de luchtweerstand te verminderen. Nu wil ik eigenlijk even terug naar het begin van mijn verhaal. We hadden dat prachtige doelpunt en die voetballer die eigenlijk een effect had met zijn bal wat hij helemaal niet bedoeld had. Ik ga even naar de balsporten. Een bal beweegt ook door de lucht en die heeft ook weerstand. We kunnen proberen om bij een bal hetzelfde principe toe te passen. We veranderen het oppervlak, de weerstand van de bal is minder en hij komt wat verder. Dat doen we al bij een golfbal, dat zijn we gewend. Op het moment dat je een bal hebt die niet symmetrisch is, bijvoorbeeld een cricketbal of een honkbal met zo'n mooie naad erop, dan ontstaat er een ander effect. Dan is de weerstandskracht tegen die bal niet meer gericht in de beweging van die bal. Die kan ook een beetje een andere richting hebben en daar kan die bal anders van gaan bewegen. En dat is een heel leuk effect, want er is een hele beroemde bal, de knuckleball. Die wordt gegooid vanuit de knuist, helemaal recht, en die bal gaat opeens, kan die allerlei dwarrelbewegingen maken. Heel lastig voor de slagman. We kunnen dat effect ook nog bewust een beetje versterken. We kunnen die bal een draaiing meegeven, een spin. En op het moment dat je een bal spin meegeeft, gaat die ook een andere kant op dan jij verwacht. Dat heet het Magnus-effect en dat wil ik u hier laten zien. Er wordt een basketbal van hele grote hoogte van een stuwdam gegooid. En u ziet dat op dat hele lange traject wijkt die bal heel veel van zijn baan af. En dit is natuurlijk het geheim achter de fabuleuze vrije trappen die voetballers maken. En ook de fastball, de curvebal die een honkbal geworpen wordt. Ook bij tennis en bij tafeltennis wordt heel veel gebruik gemaakt van dit soort spin-effecten. Afsluiting van het college. Hoe kun je nou het beste de wind trotseren? Verandering roept weerstand op, dus je moet de wind zo min mogelijk veranderen. Je moet hem eigenlijk helemaal niet in de weg staan. Tweede is, als je een balsporter bent, gebruik de wind. Zorg dat jij effecten toevoegt aan die bal, zodat de stromingsleer jou helpt. Nu heb ik nog één vraag naar dit college. Wij wetenschappers helpen nu sporters om een tiende van een seconde te winnen. Wielrenners scheren hun benen. En u weet waarom ze dat doen? Er zijn cosmetische redenen voor. En het zijn redenen voor de massage en de verzorging van wonden. Nou vraag ik me af of we over 10 jaar, in plaats van dat we kale wielrennersbenen zien, of we wielrennersbenen zien die gekapt zijn met een aerodynamisch kapsel. We zullen het zien.